Hoi hoi, welkom bij deel 2 van paragraaf 2 Indiaan Land vol verschillen. Als het goed is, heb je het vorige clipje ook al bekeken. Dat was namelijk het eerste deel over India. Toen hebben we gekeken naar eigenlijk de grote culturele verschillen van bijvoorbeeld de taal en de godsdienst. En vandaag gaan we daar nog verder op inzoomen. Wat is namelijk nog een gigantisch groot verschil als je gaat kijken naar India? En dat is iets wat nog maar weinig landen hebben. Of ja, officieel heeft India het ook niet meer. Het is wel afgeschaft, maar toch zie je dat vooral bijvoorbeeld platteland, dat het echt nog wel aanwezig is, is het kastensysteem. En het kastensysteem is eigenlijk een beetje zoals het in sprookjes is, dat de bediende absoluut niet met de koning of koningin zou mogen samen gaan mogen verliefd worden, wat dan ook. Dat is echt not done. En dat is eigenlijk in India nog altijd een van de grootste regels. Ga je kijken naar hoe het nou precies zit, is dat jij wordt gewoon ergens geboren. Bijvoorbeeld, jij wordt geboren in een arbeidersfamilie of jij wordt geboren in een boerenfamilie. En dan zal het ook altijd zo blijven dat jij in die laag van het kastensysteem dan eigenlijk hoort. Als jij dus als boer wordt geboren, zou je nooit met iemand van adel mogen trouwen. Je moet altijd met iemand die ook een boerenfamilie is, mee samen gaan leven. Je mag er eigenlijk ook geen contacten mee hebben. Je mag er niet, absoluut niet mee omgaan. Je mag er eigenlijk niet eens mee praten. Het is echt super streng. Officieel is het dus nu afgeschaft, hè? Maar als we gaan kijken naar, ja, niet richting de steden, maar net het platteland, waar niet meer heel veel mensen wonen, of in ieder geval waar niet heel veel bedrijvigheid is, zie je toch wel dat daar nog erg volgens het kastenstelsel wordt geleefd. Ga je kijken naar de onderste groep. Je ziet heel duidelijk op het plaatje dat er één groep, de Dalits, is losgekoppeld. Dat is trouwens ook het enige begrip wat je moet kennen van het kastensysteem. Die andere namen, die hoef je niet te kennen, maar de Dalits wel. En de Dalits, dat zijn de onaanraakbaren. Daarom zijn ze ook losgekoppeld van het systeem. Ja, dat zijn echt mensen die je absoluut niet mag aanraken. De allerlaagste groep van de bevolking. Ja, die wordt eigenlijk echt gezien als vieze mensen. En dat betekent helemaal niet dat het ook misschien zwervers of zo zijn. Misschien zijn ze hartstikke slim. Maar zijn ze bijvoorbeeld gewoon schoonmaaksters of vuilnisman of wat dan ook, hè? Maar die worden dan toch gezien als een veel mindere groep die eigenlijk ja, liever dan niet was, zeg maar. Ze staan zelfs nog lager dan dieren, hè? De koe is bijvoorbeeld een heilig dier. En er zijn nog wel meer dieren die in ieder geval hoger staan dan de Dalits. Nou, je kunt als je een keertje tijd hebt en niks te doen hebt, kun je een filmpje kijken. Dat zullen we met een link erbij zetten. En het zijn een aantal afleveringen over India, waarvan ook één aflevering over de onaanraakbaar gaat. Dat is een ander woord voor de Dalits. En dan kun je een beetje een beeld krijgen hoe dat nou precies daar aan toe gaat. Dat is echt wel extreem heftig. Nou, natuurlijk zijn er ook een aantal overeenkomsten in India. En dan gaat het vooral eventjes om te kijken naar vroeger, hè, toen Groot-Brittannië nog daar als het ware de baas was. India was een kolonie van Groot-Brittannië. Brits-Indië was er toen met een aantal landen erbij. Ja, en daar is dus heel India eigenlijk, heeft daar de gevolgen van. Dus iedereen in India hoort eigenlijk nog bij de oude kolonie. Er zijn een aantal verschillende koloniën. We moeten er twee bespreken, waarvan eentje een vestingskolonie is. Nou, op het moment dat je een vestingskolonie bent, dan is dat gewoon een gebied, hè, overzees, waar mensen ook gaan wonen. Dus ze gaan zich daar echt vestigen. Dus ze starten daar eigenlijk gewoon een nieuw land, een nieuw leven op, waardoor dat land ook echt van hun wordt. Dat was India niet van Groot-Brittannië. India was een exploitatiekolonie. En dat is dat ze er grondstoffen vanuit gaan halen. Dus bijvoorbeeld specerijen of olie. In ieder geval dingen wat ze in de grond hebben zitten, of wat daar groeit, wat wij dan, of dat land niet heeft, en dat halen ze dan eruit. Nou, in India was dan dus zo'n exploitatiekolonie. Zoals we nu dus weten, was India een kolonie van Groot-Brittannië. Maar dat is niet altijd geweest, want dat is het nu ook niet meer, dat weten we allemaal. Uiteindelijk zijn ze dus onafhankelijk geworden. Dus toen de Britten weg waren, was er eigenlijk niemand meer de baas.
En toen kwamen eigenlijk die religies recht tegenover elkaar te staan. Dus bijvoorbeeld de Hindoes en de moslims stonden tegenover elkaar, want ze wilden allebei het belangrijkste en grootste geloof worden van het land. Maar dat kon niet zomaar. Dus ze gingen eigenlijk met elkaar in strijd. Deze meneer, Mahatma Gandhi, was daarbij heel erg belangrijk. Je hebt vast wel een keer van hem gehoord. Hij wilde eigenlijk ervoor zorgen dat de Hindoes en de moslims beter met elkaar konden communiceren en wilde een geweldloze revolutie beginnen. Nou, hoe doe je dat dan? Hij ging bijvoorbeeld in hongerstaking en dan probeerde hij al zijn volgers mee te krijgen, zodat dat een heel grote invloed had. En we weten ook uiteindelijk hebben de Hindoes en de moslims een eigen gebied gekregen. En dat gebeurde namelijk door India op te delen. En toen hebben ze Pakistan ervan gemaakt en India. Pakistan voor de moslims en India voornamelijk voor de Hindoes. Al zijn er nog steeds in beide gebieden ook nog mensen aanwezig van het andere geloof. In de regio Kashmir zijn bijvoorbeeld ook nog steeds heel erg veel conflicten tussen de moslims en de Hindoes. Dus tot op de dag van vandaag zijn daar conflicten. Een andere overeenkomst als je gaat kijken naar India is de politiek. Eigenlijk over het hele land geldt een beetje hetzelfde politieke systeem. En dat is dat India een bondstaat is. Er zijn twee verschillende soorten politieke systemen die jullie moeten kennen. Waarvan de eerste een centrale staat is. En de centrale staat is dat het allemaal vanuit één punt geregeld wordt. Dus niet alle staten of provincies hebben een eigen regering, maar het wordt vanuit één plek bepaald. En zo wordt het dan ook gedaan. Gaan we kijken naar een bondstaat, oftewel een federatie, is een ander woord voor bondstaat. Dat is wel India. Dat kun je ook een beetje vergelijken met de Verenigde Staten. Eigenlijk heeft iedere deelstaat daar, of in de Verenigde Staten, iedere staat zijn eigen regering. Het wordt natuurlijk wel overkoepelend geregeerd, bijvoorbeeld vanuit Washington. Maar toch heeft iedere staat of provincie of deelstaat zijn eigen regering. Zodat ze toch wel hun eigen regeltjes kunnen houden. En dat was in India toch wel heel erg fijn, hè? Als je gaat kijken naar hoeveel verschillende talen er zijn, hoeveel verschillende godsdiensten, heeft die bondstaat er eigenlijk voor gezorgd dat het land niet uiteen zou vallen, maar dat het gewoon samen één land blijft met eigenlijk ieder staatje zijn eigen regels. Als je gaat kijken naar de Verenigde Staten, is dat een heel duidelijk verschil, hè, met regels qua staat. Sommige staten mag je bijvoorbeeld wiet roken, andere staten mag je geen wiet roken. Er zijn staten waar het homohuwelijk legaal is en andere huwelijken. Of andere staten, dan is dat weer absoluut niet toegestaan. Of waar je mag gokken en andere staten weer niet. Dus zo kunnen ze inderdaad dus in een bondstaat eigenlijk per staat aparte regeltjes houden. Nou, zorg ervoor dat je alles hebt bijgeschreven voor volgende les. Zodat we in de les flink aan de opdracht kunnen werken. Doei!